Katja Rompelman, 50 jaar. Ik woon in Delfgauw en momenteel ben ik druk bezig met Bloemetje voor de Zorg. We willen zoveel mogelijk ziekenhuizen bedanken voor hun fantastische zorg in deze zware tijd. Wij leveren per ziekenhuis 500 boeketten en daarmee nemen we de bloemen af tegen kostprijs bij de kwekers. Zodat we ook de kwekers nog steunen in deze zware tijd, zodat ze hun teelt niet hoeven te vernietigen. Het initiatief is 3 weken geleden ontstaan op een zondagmiddag, waarbij Ilse, de initiatiefneemster, door het Westland reed en zag hoeveel kwekers hun teelt eigenlijk moesten vernietigen. Ze heeft 50 bossen bloemen gekocht, is dit gaan verdelen bij al haar vrienden en kennissen en bedacht, dit moet toch anders kunnen. Zij heeft Arthur van der Graaf ingeschakeld, dat is een oud collega van mij. En samen hebben ze in een avond een website gebouwd en een crowdfunding gestart. En met deze crowdfunding kan iedereen meedoen om een bloemetje voor de zorg te realiseren. Nou, we zijn enorm trots dat we al zoveel bij elkaar gehaald hebben. We zitten nu op 20.000 euro. En we zoeken natuurlijk nog veel meer mensen die ons kunnen sponsoren. Dus op www.bloemetjevoordezorg.nl kan je bijdragen aan dit initiatief. Je kan al doneren vanaf 6 euro. Daarmee doneer je al 1 borstje. En natuurlijk vragen wij bedrijven om ons te sponsoren. En zorg te dragen voor... Wellicht kan een bedrijf een heel ziekenhuis sponsoren. Dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Wij leveren per ziekenhuis 500 bossen bloemen. De ziekenhuizen zijn echt zo verschrikkelijk enthousiast. Wanneer ik de ziekenhuizen benader, ik bel iedereen. Ik heb met alle ziekenhuizen zelf persoonlijk contact. We worden zo dankbaar ontvangen. Ik krijg 's avonds mailtjes terug om met foto's erbij. Hoe blij de medewerkers zijn dat ze gezien worden, dat gezien wordt hoe hard zij werken. Als we bij de ziekenhuizen aankomen, de kweker bezorgt zelf de bloemen bij de ziekenhuizen. En die wordt altijd allerhartelijkst ontvangen. Het initiatief wordt enorm gewaardeerd. De ziekenhuizen die melden zichzelf steeds weer aan. Wij vragen aan elk ziekenhuis, wil jij deze keten van liefde en dankbaarheid doorgeven? En aan wie zou je dit dan door willen geven? En zo krijg ik steeds weer nieuwe ziekenhuizen aangedragen. Mijn eerste contact bij het ziekenhuis is meestal met een longarts. En van die longarts verwijst me uiteindelijk door naar de afdeling communicatie. Maar ik krijg steeds per ziekenhuis, longarts naar longarts verwijzen elkaar door. En dat is zo fijn dat wanneer ik een ziekenhuis bel, dat ik rechtstreeks contact met iemand heb door wie ze warm doorverwezen worden. Want iedereen is momenteel zo hard aan het werk en ze gunnen elkaar ook deze warme gesten. Wat ik iedereen wil meegeven is dat iedereen die ik tot nu toe heb gesproken in de ziekenhuizen keihard werken en zo enorm dankbaar zijn wanneer ze merken dat er echt aan hun gedacht wordt. En ik hoor en zie dat door de mailtjes die ik krijg, de appjes die ik krijg, wanneer een longarts mij op zaterdagavond nog een appje stuurt om te bedanken. Daar krijg ik energie van, daar word ik blij van en dat is waarom ik dit doe. Wij doen dit allemaal geheel vrijwillig, zodat echt alle donaties naar de zorgmedewerkers gaan. Wil jij ook plaatsnemen in de expressiestoel en jouw verhaal delen met onze kijkers? Meld je aan via redactie@delftopzondag.nl en wie weet.